De acties van de Algemene Bond personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn vandaag opgeschort. De prestatietoelagen zijn uitbetaald, bevestigt bondsvoorzitter Lloyd Pool aan onze nieuwsdienst. De bond was vanaf 12 april in actie vanwege de ontevredenheid betreffende het uitblijven van de uitbetaling van de prestatietoelagen over 2023 en een maand overbruggingstoelagen. Ondanks de overeenkomst met het ziekenhuis om de gelden uiterlijk aan het eind van de maand maart uit te betalen, werd de afspraak niet nagekomen. Vanmorgen werd er een vergadering belegd met de leden van de bond, waarna werd besloten de acties op te heffen, zegt Pool.